wordt de laatste tijd veel gewaarschuwd voor babbeltrucs in de gemeente Altena. Vooral senioren zijn de dupe van oplichting door nepagenten die trucs gebruiken om sieraden, apparatuur, geld en bankpassen te stelen. Tech is wijkagent in de gemeente Altena en vertelt hoe dat kan gebeuren. Babbeltruc over een nepagent, dan komen ze aan de deur, bellen ze aan met een portofoon in de hand en een politiebadje. Ja, daar ben ik van de politie, maar goed, die kun je kopiëren. En ook vaak in de donkere tijden. En dan komen ze, bellen ze aan en zeggen, nou, we zijn van de politie. En u bent betrokken bij een misdrijf. U bent betrokken bij een zedendelict. U bent verdachte. En u hebt waarschijnlijk beelden in uw computers opgeslagen, dan wel verspreid. Dat willen we graag weer controleren. En met zo'n beginning van een tekst, dan grijp je iemand. Dan choqueert dit iemand. En dat is het punt waar men moet opletten. Trap er niet in. Nou, goed, iemand belt aan en zegt, maar goed, ik ben die. We zijn van de politie. We zijn met z'n tweeën. We komen voor dat. Eerst wat ik u wil adviseren is, vraag aan een naam, een dienstnummer en sluit de deur. Als iemand zich voordoet als agent of bankmedewerker, kunt u met deze gegevens bellen met het alarmnummer 112. Mochten ze toch binnenkomen, dan de volgende tip. Kijk, als ze er binnen zijn en u merkt op een gegeven moment dat hier klopt er iets niet. Stuur ze weg. Stuur ze meteen weg. Willen ze niet weggaan, loop zelf weg. Neem een mobiel mee als het kan. Kan dat niet, loop gewoon naar buiten. Bel even bij buren aan. Loop gewoon weg. Fysiek afstand houden met de mensen. Want als je denkt van, ik ga niet met hun vechten. Ik ben al toch al ingetrapt. Ze zijn toch al binnen. En ik zeg, ga eruit. Doen ze dat niet, ga zelf eruit. Ga naar de buren toe, zoek hulp. Als er eenmaal is gebeurd, dan denk ik eerst even de politie bellen. En vertel wat er aan de hand is. En dan kom ik natuurlijk een paar keer voor dat de politie gewoon centraal, die laat ons even weten dat een nepagent die is heeft toegeslagen in dat straat. Signalement ziet er zo eruit. Dan wel dat de mensen nog terugkomen om een pasje op te halen of een sieraad op te halen. Dan bel de politie, geef de signalement even door. En vertel, wanneer gaan ze nog terugkomen? Of is hij al weg? Is hij al geweest? Geef het ons even door, zodat wij in de omgeving nog even rond kunnen circuleren. Maar u kunt ook heel goed begrijpen dat ze zullen hun auto niet voor de deur staan. Ze zullen te voet komen. Maar dan zoveel als mogelijk een goed signalement door te geven. Zodat wij de pakkans ook kunnen vergroten. Het zijn vooral kwetsbare groepen die in Altena de dupe zijn van deze manier van oplichting. Daarvoor geeft de politie ook voorlichting. Nou, dat zijn de kwetsbare groepen die wij hier in Altena hebben. Dat kun je denken aan senior, alleenstaande, dan wel een oude echtpaar. En dat zijn mensen die niet goed behendig zijn, niet bekwaam zijn in de digitale wereld. Heel vaak hebben ze ook internet bankieren, online bankieren. Dat zijn de hele kwetsbare personen. En eigenlijk, daar zoeken de oplichters op. Voorlichting is belangrijk, zoals dit nu. Ja, via de tv, via workshops, bezoeken bij de kerken, bezoeken bij het bejaardenhuis. En zijn we één op één reclame, één op één persoon aanspreken van bewustzijn van dit kan gebeuren. En gelukkig zijn ook heel veel kinderen van de senior die adviseert hun ouders, pas op met dit, pas op met dat. We hebben ook zo'n banner op straat, volgens mij in Warkendam, ook in Wijk en Ouberen geweest, met zo'n tekstka, let op dit, let op dat. En ik kan me wel heel goed voorstellen dat de senior die rijdt daar, die let er niet goed op. Die kijkt op de weg en die kijkt niet op de tekstkaag. Maar dan hoop ik dat de kinderen van hun, die letten, hé, pa, let op, want er staat een bord van dat. Dat zulke oplichters is bij ons in de buurt bezig, dus let erop.